Rijkswaterstaat gaat de verkeersveiligheid op de Gelderse A15 verbeteren. Op deze snelweg met slechts twee rijstroken is veel vrachtverkeer en personenverkeer dat elkaar onbedoeld in de weg zit. Regelmatig leidt dit al tot gevaarlijke situaties en ongevallen. Er is een eerste succes geboekt als het gaat om de A15. Het is een hele drukke snelweg dwars door onze mooie regio natuurlijk. Maar wat we zagen is door al die drukte is dat er ook ongelukken zijn gebeurd de afgelopen tijd. En dat is niet goed. Ieder ongeluk is er één te veel. En wat we nu gaan doen is dat we de veiligheid gaan vergroten op de A15. Er komen op het traject Ochten, Tiel, Deil matrixborden die files detecteren en zo een snelheidsadvies aangeven. De regio heeft al meerdere keren aangegeven dat verbreding van het traject noodzakelijk is om verschillende redenen. Door aan de bel te trekken in Den Haag staat dit gedeelte van de A15 nu op de kaart om zodoende geld beschikbaar te maken voor de verbreding. Nou, wat we zien is dat de A15 een hele drukke snelweg is. Eindelijk staat het ook op de kaart in Den Haag. Daar hebben wij voor gezorgd, maar ook heel veel andere partijen. De regio heeft natuurlijk goed aan de bel getrokken. En ook in provinciehuis in Arnhem is alle aandacht op die A15 gericht. Maar ja, voordat je dan maatregelen hebt, dat duurt altijd een tijd. En die fase breekt nu aan. Minister Schulz Verhagen was in maart van dit jaar in Tiel om zelf polshoogte te nemen. En dit heeft een opening gegeven voor de verbreding. Voor de totale financiering speelt ook de provincie Gelderland nog een belangrijke rol.